vroeger spraken we van de automobilist. En dat was dan ook tegelijkertijd de mobilist. Terwijl we nu terecht spreken van de mobilist. Want we kijken niet meer naar auto's alleen. We kijken naar een manier om te bewegen, om mobiel te zijn. En het kan zelfs zo zijn dat we niet bewegen. Dus niet bewegen is ook mobiliteit. Dus andere vormen van mobiliteit zijn ook videoconferencing. Dus gewoon thuiswerken is ook mobiliteit. Dus alternatieven zoeken om contact te maken, verbinding te leggen. Nou, en vroeger was dat alleen automobiliteit als een zuil. En misschien openbaar vervoer als een zuil en andere manieren. En nu komt dat allemaal bij elkaar, omdat de nieuwe mobilist, zo je wil, die vraagt om een combinatie van al die activiteiten. Dus die wil niet meer het een of het ander, die wil en. Het is zelfs nu al waarneembaar dat er andere vormen van vervoer, van mobiliteit gaan komen. Ketens van bijvoorbeeld openbaar vervoer, een auto, een fiets, die nou op elkaar aansluiten. Dus het is gewoon een andere manier van mobileren. We hebben de neiging om met z'n allen na te denken over dit is de mens en dat wil de mens en daar gaat het naartoe. Maar er zal een hele enorme diversiteit blijven ontstaan aan verschillende mensen die verschillende behoeftes hebben. En die flexibiliteit in de diensten die je aanbiedt moet daar dus ook in zitten om dat grote skelet aan mensen en behoeften te kunnen bedienen. Nou kijk, als je kijkt naar de mobilist zeg maar, van vroeger uit merkentrouw, dus kijk, een automobilist waren merkentrouw. Merk was bepalend voor de keuze van hoe je later ging mobileren. Die grilligheid die is er nu ingekomen door te zeggen van de merktrouwheid is er niet. En de bewuste keuze om te gaan autorijden is er ook niet meer. En misschien is er zelfs een afname van de mobiliteitsbehoeften. Want we hebben altijd een groei gehad van mobiliteit. Maar of die groei ook blijft doorgaan, het kan best maar zijn dat er ook een afname gaat plaatsvinden. De auto was heel duidelijk een statussymbool. De auto is eigenlijk alleen nog maar een statussymbool voor een flexibiliteit van het reizen. En op het moment dat je dus die flexibiliteit van reizen op een andere manier kan invullen, niet alleen maar met je auto van A naar B of met de trein van A naar B, maar het hele mobiliteitsconcept daaromheen, dan denk ik dat daar een enorme winst te halen is. Wat de discussie vooral duidelijk maakt is dat er moeilijk te destilleren is wat de consument of de mobilist van de toekomst nou eigenlijk wil. En dat er een diversiteit aan mogelijkheden bestaat en dat we veel kunnen aanbieden, maar dat we eigenlijk nog niet zo goed weten waar het naartoe beweegt. Het zal niet geleidelijk gaan. Wat wij nu zien is dat de jeugd heel anders omgaat met mobiliteit. Zij hebben ontdekt dat met het gebruik van iPads, van iPhones, van Android-toestellen, ze heel veel met mensen op afstand kunnen communiceren. En ik denk dat deze trend zich door gaat zetten. Sterker nog, ik verwacht zelfs dat de oudere generatie ook zal vallen voor dit soort faciliteiten en ook op die manier aan de slag zal gaan. Nou, kijk ik gewoon naar de opkomst van mobiliteitsbudgetten binnen bedrijven. Waarbij vroeger, kijken we vooral naar de ICT-dienstverleners, die zaten mensen te werven in de autoshowroom. En dan ging je met een arbeidscontract weg en een leaseauto. Er werd ineens niet gevraagd of je een rijbewijs had, maar je kreeg een leaseauto. Dat zat in de arbeidsvoorwaarden verwerkt. Ja, dat is niet meer, want het zijn mobiliteitsbudgetten geworden. Mobiliteitsbudgetten geven dus ook de macht en de mogelijkheden voor die bestuurder om zelf te gaan kiezen wat hij gaat doen. Openbaar vervoer, wat minder mobiel zijn, thuiswerken. En ik ga dat potje ga ik op een andere manier reserveren en wat ik overhoud is een stukje extra salaris. En dan is het een eigen winst. Het is nu al heel erg sappelen binnen de sector en dat zal in de toekomst alleen nog maar erger worden als het businessmodel niet gaat veranderen. Binnen nu en 10 jaar is mijn beleving, zijn de bestaande businessmodellen, als we ze blijven hanteren, zijn niet meer van toepassing en gedoemd te mislukken. Het zou goed zijn om vanuit de bestaande businessmodellen de change te maken en dus nieuwe businessmodellen te verzinnen en te veranderen en aan te passen. Als dat niet gebeurt, zullen er nieuwe aanbieders komen die dat wel gaan doen en overnemen. Voor mij is het logischer dat met onze expertise die we hebben in de branche, dat je van daaruit blijft doorontwikkelen. Doe je dat niet, dan zullen er anderen komen, andere aanbieders zullen er dan komen die die oplossingen voor de klanten wel gaan bieden. Een van de dingen die ik ook zie gebeuren is dat er dadelijk door de marktwerking in de zorg, zorgaanbieders als concurrent van Rijbovag zullen komen, omdat zij en heel veel informatie hebben over hun klanten en heel veel mobiliteitsbehoeften hebben. Wat sterker zal worden in de toekomst is toch maatwerk,
mensen gewoon bedienen in hun behoeften. Dus eigenlijk wat men zegt, de reiziger centraal zetten. Dat zal steeds sterker worden in het beleid bij de overheid. Eigenlijk kun je constateren dat in het algemeen dat de tendens is. Dat de consument van de toekomst wil in controle zijn. Verbind niet op basis van product, maar verbind op basis van emotie. Wat maakt deze organisatie onderscheidend, geloofwaardig en relevant voor mij? Een tendens die in het bedrijfsleven plaatsvindt en dus ook voor RAI en BOVAG-leden plaatsvindt. De kernverandering komt vanwege mentaliteitsverandering en verandering in de maatschappij om hoe mensen mobiliteit beleven en daar tegenaan kijken. Van de andere kant, een aantal van de mogelijkheden die geboden moeten gaan worden, die worden technologisch ondersteund. En die technologie die wordt jaar op jaar goedkoper. Dus dat maakt dat die technologie bereikbaar wordt om nieuwe oplossingen te enabelen. En daarom heeft technologie daar ook een belangrijke rol in. En het mooie is om te zien dat qua techniek heel veel mogelijk is. Auto's die met auto's communiceren, auto's die een omgevingsbeeld opbouwen met radar, met camera's, om een veiligheidsaspect rondom die auto te kunnen waarborgen. En daarnaast zie je ook dat ja, door de auto te verbinden met zijn omgeving in systemen zoals emergency call, maar services die daarmee komen, op het moment dat emergency call de auto belt, automatische alarmcentrale, op het moment dat hij ongeluk krijgt, als die technologie in de auto beschikbaar komt, komt al bijna gratis de mogelijkheid om veel meer services aan te bieden aan de automobilist. Nou, ik denk dat hele nieuwe technologieën, dat zal even duren om die te implementeren. Als voorbeeld auto's die auto's waarschuwen voor files, voor optimale snelheden, maar ook voor echt gevaar op de weg. Dat vergt nieuwe technologieën die in auto's ingebouwd moeten worden. Nou, dat wordt vanaf 2016 in nieuwe auto's ingebouwd. Dus de komende 5 tot 7 jaar is misschien iets te kort om dat major veranderingen te laten hebben. Maar dat is wel een verandering die juist daarna heel veel weerslag zal hebben op het moment dat bijna iedere auto dat heeft. Nou, wat je bij ons ziet in de markt is vooral de opkomst van apps. Ja, dus vroeger was bij ons in de auto alles in hardware samengebouwd en dat werd in de auto gezet. Tegenwoordig is het eigenlijk gewoon een pc zoals je die ook op je werkblad hebt staan, op je bureau. En je smartphone of je pad wordt een soort intelligent display. En met mobiliteitsapps willen mensen toegang krijgen tot bijvoorbeeld intelligente routeplanners, multimodaal. Wat is nou voor mij de beste oplossing? Ontwikkelingen waarbij dus vergrotende hoeveelheden data beschikbaar komen over berijders, over de auto, over het wagenpark. En daarmee dus ook nieuwe producten kunt maken. Ik ben van mening dat, goede en betrouwbare informatie cruciaal is voor onze sector, voor de mobiliteitssector binnen BOVAG en RAI, om nieuwe diensten op te kunnen ontwikkelen en vooral dat we die informatie, dat we zelf een belangrijke mate regie en grip op hebben. En daarbij mede aan het roer staan, aan de totstandkoming en de beschikbaarheid ervan. De belangrijkste vraag voor mij is in welke mate BOVAG en RAI-leden mee bewegen met de behoefteverandering van de mobilist en hoe zij dat gaan invullen. Ik zou de branche toch eens willen uitnodigen om eens met de klant te gaan praten van hoe vervoert u zich nog meer. Ik denk dat u als branche eigenlijk geen idee heeft van de mensen die in die auto zitten, van het gezin aan wie die auto toebehoort, wat die mensen nog meer doen, hoe vaak ze reizen met de trein, hoe vaak ze reizen met de fiets. Probeert u eens uit, vraag het eens en kijk eens hoe de klant daarop reageert. En probeert u zich eens een beeld te vormen wat u mogelijk voor diensten zou kunnen aanbieden. Op dit moment staan we aan de vooravond van enorme veranderingen. En de manier waarop mensen reizen en een behoefte die daarin is ontstaan. Er is nog onduidelijk welke rol daar precies voor wie is weggelegd. En op het moment dat RAI en BOVAG die rol zouden pakken, dan hebben ze enorme kansen. Ik denk dat er voor aanbieders en voor private partijen enorm veel kansen liggen. En ook voor een BOVAG, ook voor een RAI, er liggen echt enorm veel kansen waar je op kunt ontwikkelen. Waar je zegt, ja, nieuwe, maar dan zul je wel nieuwe inzichten moeten aanboren, op een nieuwe manier moeten gaan werken, met andere partijen samenwerking moeten gaan zoeken. Ja, en dat vraagt eigenlijk over je eigen schaduw heen springen. En dat is een opgave. Ik denk dat zij zich moeten beseffen dat die rol van die mobilist verandert. En dat ze zich dus open moeten stellen voor andere aanbieders in die markt. Dus nu hebben we het heel erg beperkt en afgekaderd tot van, nou, je bent een dealer of een importeur en daarom ben je lid van een vereniging. Maar er ontstaan nieuwe activiteiten, nieuwe aanbieders, die denk ik ook toegang moeten hebben tot diezelfde vereniging. En door die combinatie te maken, kom je tot een grotere vereniging en tot een betere behartiging van belangen van de leden. Als ik kijk naar wat er zou gebeuren,
dan zullen ze de slag missen als ze niet voor deze nieuwe ontwikkelingen openstaan en die nieuwe toetreders ook zullen willen omarmen en willen gebruiken om hun organisaties verder te ontwikkelen. Op dit moment opereren we nog te veel vanuit de eigen zuil. Dat doet het openbaar vervoer, dat doet ook de branche. En ik denk dat we in staat zullen zijn de sterke elementen van beide systemen, van beide diensten, op een fantastische manier met elkaar te kunnen combineren. Ik denk dat de rij- en bovenhoogleden vooral de klant meer centraal moeten zetten en vanuit de klant moeten gaan denken. En niet zozeer vanuit het aanbod wat ze hen te bieden hebben moeten gaan denken. Als je de discussie zo bekijkt, dan zie je dat vanuit technologie, consumenten, overheid er heel veel beweging is. Maar op geen enkele manier is nog duidelijk in welke kant de ontwikkeling op zal gaan. Er gebeuren op allerlei manieren, springen er paddenstoelen op uit de grond, nieuwe experimenten, nieuwe ideeën. De uitdaging voor BOVAG en RAI is nu mee te gaan doen in al die discussies die gaan lopen, om daarvan te leren, om te kijken hoe de consument, hoe de technologie, de overheid zich ontwikkelt om daar nieuwe producten en diensten op te gaan ontwikkelen. Daar ligt namelijk een enorme kans en echt, denk ik, een grote uitdaging om die kans te pakken, om weg te geraken uit de huidige slechte rendementen. Alleen als je blijft afwachten en blijft zitten in je dealerbedrijf of in je onafhankelijke autobedrijf en niet mee gaat denken, niet mee gaat doen, niet mee gaat leren, dan ben je straks zeker te laat om ervan te kunnen profiteren. Dan gaan anderen met die business aan de haal die nu overal aan het ontstaan is.